Commercieel is een vies woord. I didn't go to film school, I went to films. Voordat hij zat, zei hij, man, I gotta tell you, I love your script. Hierna gaan een paar jongetjes op de wereld denken, ik wil ook filmmaker worden. Hij verdiende een fortuin toen hij met vriend Pieter Schoen hun energiebedrijf NLE verkocht. Nu is hij filmmaker en wint hij internationaal prijzen. En ik ben reuze nieuwsgierig naar zijn verhaal. Mijn gast, Harold Swinkels. Welkom bij CVD TV. Ja, Harold, uitgebreid over je carrière als filmmaker, maar even nog teruggrijpen, even kort naar het waar het allemaal begonnen is. Ik noem het een fortuin, dat was het wel, hè? Ja, het was niet weinig. Nee. Ben je eraan gewend inmiddels? Ja, op zich wel. Ja? Ja. Maar het was wel aan het begin ook wel even wennen. Ja, ja, dat het zo in één keer op je bankrekening stond. Ja, ja, omdat je daarvoor heb je altijd ook het verhaal gehouden van als je bepaalde lijstjes en zo verschijnt. Ja. Dat je tegen mensen zegt, ja, maar ik heb het niet op mijn bankrekening staan. Ja, ja, precies, dan het zit allemaal in mijn bedrijf. Zit in mijn bedrijf en in één keer heb je het wel op je bankrekening staan. Ja. Dus dat was wel, er zitten nadelen aan, behalve dat je in lijstjes komt misschien waar je niet in wil. Ja, nou, die lijstjes was ik zelf niet zo blij mee, ook omdat ik daar eigenlijk niks aan heb. Zeg maar. Dus Pieter vond dat minder erg omdat hij investeerder is. Dus voor hem is dat ook, heeft dat aantrekkende werking juist. Ja. En voor mij heeft het ook aantrekkende werking. Maar dan ben je niet van de mensen voor wie ik gewoon heel graag aangetrokken wil worden. Ja, 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 precies. Dus, dus het heeft wel nadelen dat mensen. Ja, helemaal toen ik ook bekend maakte dat ik in de film ging, toen waren er behoorlijk wat mensen die hun filmproject kwamen aanbieden. Ah, en nog steeds. En, ja, en mensen voor donaties. En er komt een hoop op je af. Wat dat betreft. Ja, ja, ja. Spreek je Pieter nog veel eigenlijk? Ja, ja. Dus jullie zijn echt maten? Ga zo dadelijk Ja, ga naar de borrel. Ja, ja. En hebben jullie dan niet, want jullie zijn natuurlijk typisch ondernemers. Hoe vaak hebben jullie niet dat je met z'n tweeën op het schouder slaat, oh, dat moeten we doen. En dan tegelijkertijd zegt, nee, we moeten dat niet doen, zeg maar. Nee, nou, ik moet wel zeggen dat zeg maar, kijk, Pieter was in die zin niet zo'n filmliefhebber als ik. En ik heb altijd gezegd, ik ga films maken. Ja. En we missen elkaar natuurlijk wel. Ja. Zeg maar ik ben wel ook heel bewust ook niet bij hem in kantoor gaan zitten. Omdat ik dan weet van, ja, dan slepen we elkaar weer mee in allerlei doldwaze avonturen. Dus, en nu vind ik het ergens ook wel. We hebben nog wel een paar dingen waar we samen in iets hebben geïnvesteerd. Maar dat soort dingen. Maar ik vind het zelf ook wel lekker dat we nu echt als vrienden elkaar ontmoeten. En ja, dat er geen zakelijke issues meer op de lijn zeg maar, zitten. Ja, ja, ja. En ja, wie weet ooit nog wel. Of als ik een keer heel veel financiering nodig heb voor een film, dan bel ik hem nog wel gewoon. Maar we bellen elkaar sowieso. Ik spreek hem, denk ik, één keer in de twee weken hebben we elkaar wel aan de lijn hangen. Ja. Wat ik leuk vond, wat ik ergens las, want we gaan met name naar die filmcarrière toe. Want de rest is geschiedenis, dat zoeken ze maar op Google. Ja. We gaan naar die filmcarrière toe en er zullen echt nog wel linkjes liggen met ondernemerschap misschien. Maar wat ik las, is dat jij een soort vooropgezet plan met je broer hebt al heel lang. Ja, ja. Dat vond ik bijna magisch klinken. Maar neem eens mee naar toen jullie, weet ik veel, 8 of 10 jaar waren. Ja, dat is zeg maar. Het fijne is wel voor mezelf dat ik het altijd ben blijven vertellen aan mensen. Gewoon along the way. Dus, want mensen die dit verhaal nog niet kenden, die dachten toen ik eenmaal zei van na het energiebedrijf word ik filmmaker, dan meestal een hele medelijdende blik met wat is jouw midlife crisis diep, zeg maar. Zo was een hele dure haring. Maar ik heb ik heb 2 oudere broers en de middelste en ik waren eigenlijk van jongs af aan al enorme filmfreaks. En dat hebben we ooit helemaal teruggerelateerd aan Star Wars Return of the Jedi. Ja. Toen was ik denk 7, 8 jaar. En dat was de eerste film waar wij naartoe mochten zonder mijn ouders erbij. En daar kwamen we helemaal flabbergasted uit. Dat vonden we echt geweldig. Waarom? En ja, ik hou gewoon heel erg van film, omdat er eigenlijk alles bij elkaar komt. Ik hou van kunst en ik hou van muziek. Maar eigenlijk is film de enige kunstvorm die bij mij echt ook gewoon echt heftige emoties kan opwekken. Ja. En ik was gewoon helemaal over de moon van die film. Gewoon. Ik vond het echt, van alle Star Wars films denk ik ook de meest kindvriendelijke, achteraf gezien. Ja. En zelfs als wij speelden wij altijd de film van Harold en Niels over. En er stond altijd zo'n Playmobil camera auto bij. Hmm. En toen mijn broer op een gegeven moment naar de brugklas ging, en die was wat meer alfa georiënteerd, toen hebben we een soort pact gesloten. Want hij mocht de filmbusiness in en ik moest heel veel geld gaan verdienen. En dat zou dan ooit bij elkaar komen dat we samen internationale films wilden gaan maken. Serieus? Ja, ja. En mijn broer was in die zin wel, die was natuurlijk wat ouder dan ik. En die had ook veel interesse in Amerika. En die had ook wel door van ja, dat Nederland heeft niet echt een internationale filmtraditie. Dus we hadden, zo jongens we waren, hadden we wel door dat daar dus geld voor nodig was. Ja. En dat plan zijn we dus eigenlijk nu al 36 jaar aan het uitvoeren. Jouw broer is ook daadwerkelijk in de filmwereld terechtgekomen. Want wat doet hij nu?
Hij is nu, het is een mond vol, maar ik kan hem inmiddels zonder stotter uitspreken. Hij is Executive Vice President of International Distribution van Universal Pictures. Okay. Maar dat betekent eigenlijk dat hij een van de grote studiobazen is in Hollywood. Ja, ja. Ja. En was dat handig in jouw eerste stappen? Of, Nee, niet. Ja, ik bedoel, behalve dat hij gewoon weet hoe de hazen lopen in de film. Maar waar ik nu zit, zeg maar, als kleine onafhankelijke filmmaker, dat is echt gewoon lichtjaren ver van waar hij zit. Ja, want even voor de duidelijkheid. Jij bent, hoe lang heb je ondernomen? Meer dan 20 jaar. Ja, wat dat betreft vind ik ook een misvatting, dat zeg maar nu ik filmmaker ben, dat het stoppen is met ondernemen. Mensen zeggen, mis je het ondernemen niet? Maar een van de dingen die ik vind van de Nederlandse filmindustrie is dat daar het ondernemen en het maken een beetje van elkaar losgezongen is. Ja. En terwijl alle beroemde grote makers in Amerika zijn over het algemeen ook best wel goede business people. Ja, en dat hoort bij elkaar. Dat is geen tegenstrijdigheid eigenlijk. Is het een vies woord bijna in de kunstwereld misschien? Ja, dat denk ik wel. Gewoon, sowieso commercieel is een vies woord, zeg maar. Of voor het grote publiek. Ja. Terwijl ik denk van je wilt er, als je iets maakt, wil je toch dat veel mensen het zien. Ja, dat is voor in ieder geval voor mij een uitgangspunt. Ja. Maar dan begin je toch met een kleine, korte, het is nog geen blockbuster-achtige opzet die je hebt gedaan. Wat is de theorie daarachter, achter je eerste film? Ja, omdat je zeg maar, in principe is het zo dat je, kijk, het is natuurlijk een wereldwijde markt waar ik me nu op begeef. Ja. En die ook al meer dan 100 jaar oud is. Ja. Dus er zitten daar een aantal conventies in die ik aan het leren ben. En voor een deel weet mijn broer er wat van, maar ook een heleboel is gewoon learning by doing. En een van de dingen is dat als je een beginnend regisseur bent, want het is wel belangrijk om te weten, is dat ik niet producent wil zijn die het allemaal organiseert en financiert. Ja. Maar ik wil het echt schrijven en zelf regisseren. Echt het creatieve. En wie is dan de producent? Dat is je zaakpartner? Die doet ook wel mee met het creatieve deel. Ja. Maar die is dan iets meer de linking pin met de producer. Maar de producer die schakel je dan in. Per project. Oké. Okay. Ja. Want even voor duidelijkheid, hoe heb je mensen op de payroll, even over die ondernemende kant, dienst? Nee. Dat niet? Nee, en dat is ook wel een van de dingen die ik bedacht van je kan dan een productiebedrijf gaan beginnen, maar dan op een gegeven moment moet dan ook weer de schoorsteen roken. En dan moet je op een gegeven moment weer noodgedwongen projecten gaan doen die je misschien niet wil doen. Ja. Dus je hebt gezegd van ik heb liever dat ik een soort van flexibele schil van allemaal mensen met wie ik graag werk om me heen heb. Ja. En die dan per project haak je die dan aan. Ja. Hoe kwam je op dat eerste idee? Drawback heet het, hè? Drawback. Ja, ja. Een korte film. Ja. Precies, dat wil ik inderdaad even vertellen. Precies, zo'n korte film maak je eigenlijk als een soort van visitekaartje. Dat is het. Ja, dus als je een beginnende regisseur bent, dan vindt niemand dat je klaar bent voor je eerste speelfilm. Dus daar gaat dan ook niemand aan meewerken, zeg maar. Nee, ook niet aan. Dus en dan is het de bedoeling dat je een korte film maakt. In die korte film laat je dan al een beetje zien wat je in je mars hebt. Welke genrekant je bijvoorbeeld op zou willen. En een beetje je visuele stijl. En die laat je dan los op festivals. En dat is een soort van visitekaartje. En als dan die festivals hem selecteren, want dat is al een beetje, bijna al de prijs is als festivals hem selecteren. Mm-hmm. En als je dan ook nog awards wint, dan krijg je een soort van extern stempeltje. En dat opent dan weer deuren voor je volgende project. Voor je volgende project. Hoe werd jij want even toen jij klaar was met NLE, hoe lang heeft het geduurd voordat je een soort van concreet de volgende stap had gestroomlijnd? Van ik ga die regiekant op, dit drawback-achtig concept. Is daar een tijd tussen geweest? Dat is denk ik een zal het zijn geweest. Ik was bij NLE al begonnen met het schrijven en regisseren van mijn eigen commercials. Ja, daar zat ik nog te denken. Want NLE stond natuurlijk, de Nederlandse Energiemaatschappij, stond natuurlijk bekend om zijn verfijnde, cultureel hoogstaande commercials. Ja, ja, ja. Zo plat als een dubbeltje. Ja, ja, nee, maar het werkt. Ja, ja, die commercials. Ja. Daar zat jij daar ook al achter? Daar zat, de eerste commercials, die echt super platte, daar zat ik met name aan de klantkant. Met bekende Nederlanders toch ook? Bekende Nederlanders. En wij eisten wel heel veel inspraak. Ook omdat een heleboel van die reclamebureaus wilden graag awards winnen. Maar wij maakten ons niks uit. Wij wilden verkopen. Ja. En ook mensen in actie laten komen. Mm. Dus hoe plat ze er ook uitzagen, wij dachten daar wel heel goed over na. Mm-hmm. En bijvoorbeeld een van de dingen die we uiteindelijk deden in mijn commercials, is dat wij de commercials de eerste 2 seconden stil lieten vallen. Maar dat merk je eigenlijk niet. Het is bijna een soort van subliminaal. Maar het zorgt dus wel dat er in een schreeuwerige reclameblok dat mensen opkijken van een bordje soep. En dat soort dingetjes deden we, maar wel doordacht, om dat te laten blijken. En ik moet wel zeggen dat de laatste commercials die ik zelf geregisseerd heb, dat waren met name die op telecom gericht waren, ja.
die waren niet meer zo lelijk. Nee, nee, die waren, die, dat kreeg al het niveau van Drawback, ja, eigenlijk. Ja, ja. En ben je na en alleen meteen doorgegaan? Of, ja, toen ben ik eerst wel gewoon doorgegaan met het maken van wat commercials, et cetera. Ook om nog een beetje in te dribbelen en tijd in de set door te brengen en dat soort dingen. Toen ik op een gegeven moment merkte dat ik ging mensen ging benaderen of ik hun commercial niet moest maken, toen dacht ik van, wacht even, dan moet ik oppassen, want... Ja. Dadelijk zit ik dit ook weer 10 jaar te doen. En dan kijk ik achterom. En toen heb ik uiteindelijk gezegd van... nee, ik ga nu mezelf opsluiten. Ik ga het script schrijven, wat ik al in mijn hoofd had, al een aantal jaar. En we gaan beginnen. En dat heb ik eigenlijk vanaf... nou, het zal het zijn. Na het tweede kwartaal 2019 heb ik gezegd van... nu gaan we voor het filmmakerschap. Ja, toen kwam er een mooie tijd aan om eenzaam als scriptschrijver je op te sluiten, toch? Want eind 2019 daarmee begonnen. Ja, ja, dat was wel ook het hele zure van Drawback, is dat we hebben die opgenomen begin 2020. Ja. En ik weet nog heel goed dat we op eind 20... We hebben een paar opnamedagen eind 2019 gehad en de rest begin 2020. En toen zouden we op 16 maart 2020 met het orkest de soundtrack gaan opnemen. En op 15 maart ging de lockdown in. En toen? En toen stond in één keer de hele postproductie stil. Konden we gewoon de film niet afmaken. Ja, dat was wel even dik slikken. Was ja. Dat, ja, ja. Ja, en dat heeft dus gewoon langer geduurd? Ja, toen heb ik de film pas 9 maanden later af kunnen maken. En toen gingen ook nog alle filmfestivals gingen niet meer door. En toen ben ik, toen eigenlijk na de eerste paar maanden... dat ik even dacht van, shit, wat ga ik nou doen? Heb ik dat? Gewoon dat ik overstap naar een andere sector die ongeveer het hardste wordt geraakt. Ik ben niet de type die heel erg in de zelfmedelijden mogen schieten. Nee. Dus ik dacht van, nou, misschien is het nu ook gewoon tijd. Ik liep toen ook al rond met het idee van mijn speelfilm. Ik ga gewoon aan het script schrijven. En dat ben ik toen gaan doen. Waar haalde je de kennis vandaan, zeg maar? Want jij bent niet opgeleid als scriptschrijver, filmmaker, regisseur, nee, whatever. Nee. Dan moet ik ook zeggen dat bijna al mijn grote voorbeeldregisseurs bijna allemaal autodidacten zijn. Oh, dat is geruststellend. Dus ja. En dat zei Quentin Tarantino zei ooit, I didn't go to film school, I went to films. En dat is ook wel gewoon, ik heb in die zin wel gewoon, ben wel gezegend met een soort van een heel goed geheugen, ook voor beeld. Uh-huh. Dus ik kon bijvoorbeeld ook bij het regisseren ook tegen mensen van de crew die dan vaak ook filmfreaks zijn, zeggen van nou, ik zit een beetje te denken aan deze camerahoek uit die film, uit die scène. En vaak hadden andere mensen dat dan ook door wat ik daar dan precies mee bedoelde. En ik ben voor het script schrijven, ben ik wel een seminar gaan volgen. Ja. En dat heeft me wel heel goed gedaan. Want het grappige was dat ik wilde als ondernemer, vond ik het al belachelijk om managementboeken te lezen. Vaak omdat die managementboekschrijvers over het algemeen zelf helemaal geen ondernemers waren geweest. En toen ging ik op een gegeven moment voor het schrijven van mijn script, ging ik toch beginnen aan een boek dat heet Story van Robert McKee. En die McKee is een soort van scriptschrijfgoeroe in de wereld. En toen was ik denk 20 pagina's gevorderd. Toen dacht ik van ja, maar ik kan dan misschien toch beter gewoon gaan schrijven in plaats van lezen over schrijven. En toen sprak ik een scriptschrijver en die zei... ja, maar je hebt gelijk. Dat moet je ook niet doen. Maar die McKee die geeft dus over de hele wereld seminars. En dan ramt hij in 3 dagen dat hele boek er doorheen. Okay. En dat ben ik gaan doen. En toen had ik al de eerste versie van het script van Drawback klaar. En daar was ik eigenlijk best wel al trots op en tevreden over. En toen zat ik bij die Robert McKee. Die gaf toen in Londen dat seminar. Daar ben ik toen naartoe gegaan. En in het eerste kwartier zei hij... A big mistake beginning screenwriters often make is being too satisfied with the first version. Toen dacht ik van, nou, nu gaat er zo'n spot op mijn hoofd aan. Dat ben ik dus. En had hij gelijk? Ja, heel erg gelijk. Ik denk dat uiteindelijk het shooting script, zoals het dan heet, waarmee je dus echt gaat schieten, dat was denk ik versie 20. Of zo. Ja, echt, hoe werd jij ontvangen in eerste instantie? Want op een gegeven moment moet je... los van het feit dat je een script moet gaan schrijven, moet je natuurlijk de boer op. Want je moet mensen hebben en acteurs. Ja, ja. En trouwens, prachtige, met name de Square, hoe heet die acteur? Klees Bang. Ja, de Square. Ja, ja. Want die regisseur heeft toch een aantal films gemaakt. Hij heeft daarna ook The Triangle of Sadness. Heeft hij ook weer Gouden Palm mee gewonnen. Ja, 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 wat een film. Ja, ja, ja. Ik vond de Square al heel spannend. Ja. Maar hoe keek men tegen jou als outsider eigenlijk aan toen jij acteurs, weet ik veel wat, allemaal ging benaderen? Wat je dus ziet is dat ze met de goede mensen... over het algemeen wel een soort van terughoudend zijn bij nieuwkomers, maar überhaupt bij first-timers. En ook eens een keer first-timer met poenen.
Ja, maar het punt is dat die sector wel iets anders heeft gewerkt qua poen dan ik dacht. Hmm. Ook wel dat ik dacht van ik wil ook niet te veel met poen gaan zwaaien, want dan ben je het ook weer heel snel kwijt in die sector. Maar ook dat ik dacht van ja, ik wil mensen wel overtuigen dat ze met me moeten werken om wie ik ben niet vanwege het geld. Nee. En bijvoorbeeld zo'n Claes Bang, die heeft sowieso, overal zitten agenten tussen. Die hele filmwereld die hangt van de middleman aan elkaar. Dus je moet eerst je agent overtuigen dat iemand voor je wil werken. En zo iemand, die kan overal voor veel geld aan de slag. Ja. Maar die agent is eigenlijk alleen maar bezig met hoe kan ik hem laten werken voor een nog grotere regisseur. Want daarmee gaat je tarief omhoog. Ja. Dus voor een first-timer laten werken is eigenlijk alleen maar afbreukrisico. Ja. Tenzij je zo iemand kan overtuigen dat het een passion project zou kunnen zijn. En dat hebben we dus geprobeerd. Zeg maar ook te appelleren aan het soort rollen dat hij op dat moment al aan het spelen was. Mm-hmm. En Drawback is een film zonder dialoog. Ja. En ik had al door vanuit de casting director, die ik eerst ook had moeten overtuigen om voor me te werken, dat acteurs vinden een film zonder dialoog, vinden zij wel een soort van spannend, mooi iets om een keer al hun acting skills te kunnen laten zien zonder die dialoog. En daar heb ik toen heel erg op ingezet. En toen uiteindelijk 9 maanden bezig geweest om hem 2 dagen naar Amersfoort te kunnen krijgen. Om te draaien, ja. En wat was het moment dat hij besloot om het te doen? Was dat, Eerst was het 6 maanden aan het been van zijn agent hangen. En die zei toen op een gegeven moment van, oké, ik heb het gelezen. Ik denk dat hij het misschien wel mooi vindt. En toen 3 maanden, pas 3 maanden later, toen ben ik daar de hele productie voor gaan verschuiven. Ik was op vakantie met de family en toen kregen we een appje van hij wil het doen. Maar hij wil nog wel de creative vision van de regisseur horen. Hij wil jou ontmoeten. Hij wil hem ontmoeten, ja. En dat was voor mij ook, want ik heb nog nooit in mijn leven, ik ben altijd begonnen met ondernemen al vanuit studentenbank, dus ik heb nooit ergens gesolliciteerd. Maar dat voelde toch als een soort van allesomvattende sollicitatie de sector. Heb je hem dat verteld of niet? Nee, dat niet. Dat niet. Maar ik was toen wel later. Want dat was op zich wat heel grappig was, is dat toen ik hem ontmoette, was ik echt super zenuwachtig. Ook omdat het voelde inderdaad gewoon, ik denk van ja, als hij hierna zegt, ik doe het toch niet. Dan ligt het dan niks behalve van jou. ja, precies. En ook gewoon dat ik denk van ja, misschien is deze stap dan toch niet zo goed. En ik had het script uitgeprint bij me. En dat was ook zo'n dag dat alles misging, weet je wel. Gewoon het vliegtuig was vertraagd, waardoor we haast hadden. Ik had de cameraman en mijn compagnon bij me. En die cameraman had zijn laptop laten liggen in het vliegtuig. Het was druilerig, verschrikkelijk weer. Maar goed, in die end heb ik toen gewoon een glaasje witte wijn gedronken om heel even tot rust te komen. Toen dacht ik van nou. En toen kwam die dus het Grand Café in Kopenhagen, waar we dus hadden afgesproken. Want ik was er dus voor naar Kopenhagen gevlogen. Ja. En toen zag hij het script liggen. En nog voordat hij zat, zei hij, man, I gotta tell you, I love your script. Oh, toen dacht ik, oké, dit komt goed. Dat is een momentum. Ja, dat was echt heel cool. Ja, ook voor jou, voor je eerste script. Ja. Dat zo'n iemand... waar sta je nu met deze film? En dan gaan we ook nog eens kijken naar morgen. Waar staat het nu? Want je hebt prijzen gewonnen. Ja, ik ben dus zeg maar... Uiteindelijk heb ik toen op een gegeven moment besloten... dat ik eerst zeg maar mijn script in een versie zou willen hebben. Het script voor de speelfilm, wat in principe het vervolgproject zou moeten zijn. Ja. In een versie dat ik op het moment dat deze film uit zou komen, dat ik ook kan zeggen, ik heb ook al een script. Omdat ik was daarvoor ook wel eens een keer in film, bij filmfestivals al geweest. En dan vertel je van, ik ben nu bezig met een speelfilm. En dan kreeg je altijd de vraag, oké, stuur me je script. Maar als je het script dan nog niet hebt, heb je dus eigenlijk niet zoveel te zoeken daar. Ja. Dus dacht ik van, nou, misschien moet ik qua momentum eerst de film uitbrengen. En dan hopen dat hij inderdaad geselecteerd wordt en misschien zelfs wel prijzen gaat winnen. Nou, dat heb ik dus gedaan in april afgelopen jaar. En toen het duurde een tijdje en in één keer dan werd hij geselecteerd. En toen won hij een award. En toen zijn we bij meerdere festivals gaan aanbieden. En omdat ik de speelfilm in Amerika gedistribueerd wil hebben, hebben we ons eerst gefocust op Noord-Amerikaanse festivals. En toen zagen we op een gegeven moment dat die festivals die kijken ook naar elkaar. En toen kregen we ook gewoon aanvragen van festivals. Van wil je hem ook bezien dat hij heel goed draait? Wil je hem ook voor ons festival indienen? Nou, dan ben ik ook de lulligste niet. Natuurlijk. Nee, dat doen we dan. Dus en toen uiteindelijk is hij echt heel veel prijzen gaan winnen. Ja. Dus dat is echt wel. En dat had ik niet durven hopen van tevoren. Wel die selecties. Want je moet het zeg maar zo zien, is dat op zo'n festival draai je dan. Ja, ligt eraan wat voor soort festival het is. Als het een algemeen festival is, draai je er ongeveer 30
shorts bijvoorbeeld. Ja. Maar dan hebben er wel gewoon... Want inmiddels, zeg maar, over de hele wereld worden die shorts gemaakt en ingediend. Ja. En shorts, voor alle goede orde, dat is geen YouTube-short van 20 seconden, maar dat is ongeveer 20 minuten die van jou, hè? Ja, ja. Dus zeg maar, short is meestal binnen het half uur. Ja, ja, precies. Dus, ja. Vertel eens over je volgende film. Ja. Want komt die eraan? Nou ja, kijk, je moet zo zien... Heb je nog geld? Wat zeg je? Want geld heb je nog niet mee verdiend, wel met drawback. Nee, nee. Dat is heeft geld commercieel gekost. Is dat een bieder. Ik las ergens dat het een miljoen gekost heeft of zo. Dat vind ik niet zo... Ja, het is veel geld, maar... Ja, voor een short is dat echt gewoon outrageous veel, hoor. Ja? Maar gewoon, ja. Gewoon, hij heeft even uitgepakt zo. Ja, maar het was ook wel... Ik ben natuurlijk een soort van rare zijnstromer, dus ik wilde ook wel gewoon... Een soort van laten zien van oké, dit is het soort films dat ik zou willen gaan maken. Nou, en ik las dat NLA was 200 miljoen, geloof ik, las ik ergens. Dan heb jij 100, dan heb je een procentje van je vermogen. Ja, heb je nou, was wel iets minder dan dat. Maar dat maakt niet uit. Maar het was wel zo dat ik... Kijk, waar ik wel ook achter kwam, is dat ik zou die speelfilm die ik nu wil gaan maken, zou ik 100% zelf kunnen financieren. Mm-hmm. Maar dan wil niemand hem distribueren. Ja. Dus je moet, net zoals een investeerder zal vragen dat de ondernemer skin in de game heeft, wil je ook dat een distributeur skin in de game heeft en een co-producent skin in de game heeft. En een co-producent kan bijvoorbeeld weer een netwerk ook meenemen dat ik niet heb om überhaupt die film in Amerika uit te gaan krijgen. Dus geld is maar een klein onderdeel van zeg maar die formule. Ja. En wat dat betreft is het ook... Moet je het zo zien, is dat voor een onafhankelijke speelfilm, dus zonder dat er een grote studio achter zit, is de gemiddelde doorlooptijd 6-7 jaar voordat hij in de bioscoop komt. Dus dat is echt wel... Ik ga nu nog een heel traject in, waarbij ik dus funding moet gaan zoeken, casting, ik ga allemaal kip-ei-discussies krijgen, weet je wel, want de casting director van de... of de agent van de acteur zegt dan van, ja, maar is de financiering al rond? Ja, die is rond, maar we zijn nog op zoek naar co-producenten. Ja, maar ik ga hem pas naar de casting laten komen als het helemaal rond is. En zo gaat die co-producent zeggen, ja, maar ik ga pas met je meedoen als die acteur. En die acteur die zegt, maar ga je het via Niels doen of niet? Nee. Dat niet. Nee, dus dat blijft gewoon horen. Nee, maar dat kan in die zin ook nog niet, zeg maar, dat een Universal zal mee, ook al wint drawback nog 100 awards, is Universal is echt nog wel een bridge too far. Dus je droom van een echte blockbuster wordt eigenlijk het project daarna? Nou ja, kijk, wat ik ga proberen is om hem onafhankelijk tot een blockbuster te krijgen. Wat wordt het van film? Het is een psychologische thriller. En dus zeg maar, en dat in combinatie met coming of age, dus zeg maar over volwassenwording. Ja. Ik hou zelf heel erg van psychologische thrillers, zeg maar, dus niet slasher en bloed en maar dat soort dingen, maar wel dat je van begin tot eind toch een soort van op het puntje van je stoel wordt gehouden. Ja. En het mooie van een thriller ook is dat het een van de weinige genres is die je kan maken op een heel hoog kwaliteitsniveau. Zonder dat het enorm budget hoeft te zijn. Zeg maar. En dat, in vergelijking met bijvoorbeeld actie? Of, ja, bijvoorbeeld actie. Als je geen budget hebt voor een mooie actiescène, ja, dan heb je dus een hele slechte actiefilm. Zeg maar. Maar een thriller en elevated horror, zoals het wordt genoemd, dus een hoogstaande horror, is zeg maar... In principe moet je als hoofdrolspeler niet een te grote ster hebben. Want het is veel enger als iemand je buurman kan zijn, zeg maar, dan wat Brad Pitt achterna wordt gezeten. Ja. Je moet niet te veel sets hebben, want hoe claustrofobischer de film, hoe enger het is. Ja. En je moet niet te veel geld uitgeven aan visual effects, want suggestie is eigenlijk enger dan the real thing. Ja. En wanneer denk je dat je rond bent om te gaan draaien? Wat is je planning? Ik hoop binnen nu en 2 jaar, hoop ik dat voor elkaar te krijgen. En wat ben je die 2 jaar dan allemaal aan? Is dat dan echt gewoon je netwerk aanboren, meeten? Nou, ik ben dus nu bezig om het script af te krijgen in versie 4. En versie 4 is de versie waarmee ik naar buiten durf, naar externe partijen. Hey, en dat is gewoon laptop zitten en typen? Ja. En met als inspiratiebron je hoofd? Ja. Ja. Dat is wel, bijvoorbeeld, ik heb dit verhaal, denk ik, conceptueel al een jaar of 6 geleden bedacht. En ik heb dus wel constant in mijn telefoon hashtag Fluid in mijn notities zitten. En iedere keer als ik iets zie of ik hoor een tekst of dat, ik heb gewoon pagina's lange notities van alles wat ik zou willen gebruiken en doen in die film. Is dat de titel ook? Fluid, ja. Oké. Okay. Ja. Mis je het ondernemen? De ondernemerswereld, zeg maar? Nee. Tenminste, ik heb nu, als daar het script klaar is, moet ik proberen om een eigen start-up uit de grond te stampen. Ja. Om die speelfilm te maken. Ja. Je als financiering ophalen, mensen bijvinden. Het vinden van een crew is een soort van HR-traject. Ja. Dat je met elkaar moet doen. Dus in principe kan ik al mijn ondernemerskills die ik heb
die dus in die zin mis ik dat ondernemen mis ik al helemaal niet. Nee, want dat heb je gewoon nog. Dat heb ik gewoon nog. Ja. En aan de andere kant zeg maar, het enige wat ik wel heb gemist, met name in die periode van het schrijven, is dat schrijven kan ook heel pijnlijk zijn. Zeg maar. In de periode dat het niet lekker lukt. Dus als je niet zo'n productieve dag hebt, is dat vroeger, als ik niet zo'n lekkere productieve dag had, waarbij ik dingen even achter mijn compu moest doen, dan liep ik mijn kamer uit. Ja, er werkte 350 man bij NLE. Ja. Dan ging ik een rondje maken. Ja. En dan met mensen praten. En iedereen vond het dan fijn dat ze even aandacht kregen. En dan krijg je zelf weer positieve energie terug. Nou, dan deed je om 6:30 de deur achter je dicht. Dacht je, nou, lekker dagje. Ja. En nu zit je in je eentje. En nu heb ik echt gewoon in mijn eentje zeg maar voor dat computerscherm gezeten. En het kwam niet. Mm. En dan vind je jezelf een aansteller dat het niet komt. En je weet wel, dat heb ik wel geleerd bij dat seminar. Je moet wel blijven zitten. Ja. Voor hetzelfde komt het wel. En dat je als je gaat denken van joh, ik ga gewoon op het strand liggen, dagdromen, dan komt er nooit een script. Nee, het is gewoon werken. Het is gewoon hard, het is gewoon heel veel transpiratie, ja. Wat, het is een hele cliché vraag dit, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Wat is jouw drijfveer eigenlijk, als je dit nou even op één hoop gooit, hè, van studententijd en dan die ondernemingen bouwen en dan nu filmen. Wat drijft jou? Ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Wat ik in ieder geval wel weet, is dat ik eigenlijk altijd een soort van angst heb gehad dat ik in een soort van kabbelend bestaan terecht zou komen. Dus alles wat ik doe moet een soort van groots en meeslepend zijn. Maar. En dat is ook, bijvoorbeeld met de film, is dat ik ook niet zozeer denk van mensen die zeiden ook van toen ik Drawback had gemaakt, zeiden ze, ja, je hebt nu toch een film gemaakt, weet je wel, ben je nu toch klaar? Bucket list, Vink. Ik wil een Hollywood film maken, zeg maar. En dat is aan de ene kant, denken dus heel veel mensen ook dat een soort van onrealistische ambitie is. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is dat ook weer iets wat me dan motiveert. Want ik wil gewoon een film maken waar ik eigenlijk, dat is qua film maken, ik wil gewoon naar die film waar ik vroeger als jongetje van 7, 8... Dan is het cirkeltje rond. Dan is het cirkeltje rond. Ja. Als ik die gemaakt heb en ik denk, hierna gaan een paar jongetjes op de wereld denken, ik wil ook filmmaker worden. Ja. Mag je danken voor het verhaal en leuk om eens een keer bijgepraat te hebben wat je allemaal aan het doen bent. En heel veel succes, nou ja, sowieso nog met Drawback, maar ook met Fluid. Ik kijk uit naar de release in... Zullen we zeggen? 2027? Nou, lijkt me goeie. Spreek je dan weer. Yes. Dankjewel, leuk dat er was. Ja. Dat was Harold Swinkels, dames en heren. Dankjewel voor het kijken naar weer een video die zijdelings over ondernemerschap ging. In ieder geval een creatief ondernemer hier in de bank. En mocht je dit soort video's nou leuk vinden en je zit op YouTube, klik hieronder en volg ons vooral. Dan wordt CVD groter en dan krijgen wij weer veel meer kijkers en kunnen wij weer mooiere gesprekken maken. En zit je op het podcastkanaal te luisteren, ook daar kun je ons volgen. Voor nu, dankjewel. Hoi! Thank you.